gaan we door met de verkoopkant, het verwerken van verkoopfacturen. Nou, dat doen jullie allemaal vanuit verschillende modules. Hè. Sommige, de Flex denk ik meer vanuit projecten. Nou, de bouw eigenlijk ook projecten. Maar ook order management klanten zitten natuurlijk in de zaal. Hè. Al die verkoopfacturen, als je daar klaar mee bent, dan zijn er nog twee dingen die je moet doen. Journaliseren van die factuur en ze verstrekken naar je klanten. Nou, dat kun je heel slim doen, hè. Dat kan ook met een geplande taak, dat kan al. Je kan hem starten als wachtrijtaken, dus dan zet je hem aan. Nou, ga je even koffie halen. Ik had gisteren iemand die zei, dat zijn bij mij zijn dat echt veel facturen. Dus ik zet hem altijd op zaterdagochtend aan, dan ga ik lekker de stad in. En als ik thuis kom, dan hoop ik dat alles klaar is, maar soms heb ik een beetje dit gevoel. Nou, ik ga hem even vanuit de demo laten zien en dan gaat het kwartje denk ik wel vallen. Als ik hier naar de projectfacturen gaan. Nou, ik heb hier een hele lijst met allemaal facturen. Zodra ik zeg Ctrl-S. Even kijken, Ctrl-S, Ctrl-A. Alles selecteren. En ik stuur dit nu naar de wachtrij. Dan begon die bovenaan. En als hij de eerste, de beste fout tegenkwam, dan stopte die hele taak. Dat herkennen jullie toch? Dan moest je die ene fout oplossen, zet hij weer de taak aan en dan kon hij zomaar weer bij de derde weer stoppen. Dat is niet boekhouden met het licht uit. Je wil erop vertrouwen dat dat proces lekker doorloopt. Nou, dat hebben we echt heel lekker opgelost in Proof 3. Twee nieuwe kolommen toegevoegd, zodat je de foutmelding kan zien van het journaliseren en de foutmelding van de verstrekking. Nou, ik ga beide uitvoeren, dus ik ga al deze facturen netjes verstrekken. En ik ga ook al deze facturen netjes journaliseren. Ctrl-A. En als we nu gaan kijken. En ik heb expres dus bij een aantal facturen heb ik een fout gecreëerd. Dan zie je al dat hij hier nu bij een aantal dat dus gedaan heeft. Maar hij gaat altijd verder mensen en hij zet bij de regel die fout is gegaan, zet hij neer wat fout gaat. Maar de rest loopt lekker door. Hoe lekker is dat? APPLAUS.